Wordt jouw boek het favoriete boek van je lezer? In deze aflevering krijg je de tools om een fantastisch boek te schrijven. Welkom bij de Schrijven en Uitgeven podcast met auteur en fantasy schrijfcoach Petra van der Ploeg. En schrijver en self-publishing expert Maria Staal. Twee keer per maand brengen we je informatie en inspiratie over schrijven, uitgeefopties en marketingideeën voor jouw boek. Luister je mee? Hallo allemaal, ik ben Maria Staal en het is vrijdag 12 augustus 2021. Dit is aflevering nummer 1 van de podcast waarin we praten over een fantastisch boek. Wat houdt dat precies in en waar wil je op letten? Petra en ik hebben het over genreconventies, hoe je overzicht kunt houden tijdens het schrijven en hoe je echte personages kunt neerzetten. Veel luisterplezier! Hallo Petra! Hallo Maria. Wij gaan weer praten over een interessant onderwerp, denk ik. Wat maakt een boek een fantastisch boek schrijven? Hoe doe je dat? Hoe krijg je als schrijver een fantastisch boek? Daar gaan we het over hebben vandaag. En nou, mijn eerste vraag aan jou is, want jij bent de schrijfcoach, dus jij hebt wel verstand van dingen. Wat maakt een boek fantastisch? Dat vind ik een hele grappige vraag aan de ene kant. Want uiteindelijk is het heel erg persoonlijk wat iemand fantastisch vindt aan een boek natuurlijk. Maar er zijn wel een paar basisprincipes die gewoon goed moeten staan. Wil je je lezers mee kunnen nemen in het verhaal? Ja. Een ervan bijvoorbeeld is het zorgen voor goede 3D-karakters. Dus zorgen dat je mensen hebt in je verhaal die echt goed uit de verf komen. Waarbij je echt denkt, ja, die zie ik voor me. Ik weet hoe die eruit ziet. Ik heb het idee van, nou, dit is zijn karakter. Echt een 3D-karakter. En wat bedoel je dan precies met 3D-karakter? Ik bedoel, ja, hoe omschrijf je dat? Je hebt het wel een beetje omschrijven nu. Maar ik denk dat je nog wel een klein beetje meer kunt uitleggen, denk ik. Ja. Nou, we gaan natuurlijk nu even puntsgewijs op dingetjes in. Maar voor mij een 3D-karakter heeft te maken met... Heb je goed genoeg nagedacht over wat voor type is het? Wat doet hij in bepaalde situaties? Natuurlijk wil je ook weten hoe hij eruit ziet. Ik weet dat sommige boeken zijn daar wat minder... Het is niet wat minder belangrijk, want dan willen mensen... willen schrijvers dat je het beeld zelf een beetje begint te vormen. Dat kan. Dus dat het uiterlijke is in die zin niet het allerbelangrijkste. Maar je wil wel zo'n persoon neerzetten dat je denkt... Ja, ik zie hem voor me. Ik kan hem voor me zien. Ik weet wat hij doet. Ik heb het karakter een beetje in de gaten van de achtergrond van waar hij vandaan komt. En wat zijn motivaties zijn. En wat zijn onderliggende redenen zijn. Dus dat maakt voor mij dat het een 3D-karakter is. Ja. Echt iemand die tot leven komt vanaf de pagina. Vanaf de pagina, ja. Nee, dat ben ik mee eens inderdaad. Dat is heel belangrijk dat je als je een boek gaat lezen, dat je een karakter hebt waar je zelf misschien ook wel in kunt herkennen. Precies, ja. Of dat je in elk geval dat je... Iemand hoeft niet likable. Dus je hoeft iemand niet leuk te vinden. Maar hij moet wel interessant zijn. Ik denk dat het is. Ja. En dat kun je doen door een 3D-karakter te maken. Ja. Wat zijn nog andere dingen die je zou kunnen doen voor een fantastisch boek? Ja, ik denk het valt of staat toch wel met een sterk plot. Je moet weten, je moet toch een soort van idee hebben van dit gaat er gebeuren. Dit is het beginpunt, dit is het eindpunt. Ja. Een sterk plot is voor mij ook iets waarbij je een groeiproces ziet van de personages. Waarbij de wereld bijvoorbeeld heel anders is aan het begin als aan het eind. Mm-hmm. Dat er echt iets moet gebeuren. Dus er moet een goed sterk plot bedacht zijn van tevoren. Ja. Wil je dat in een goed fantastisch boek en mensen mee kunnen nemen. Dan wil je dat gewoon een duidelijke... Hoe noem je dat? Een structuur? Een duidelijke structuur. Ik zat al zoeken naar het woord. Ja, je wil een goede structuur hebben. En dat is ook gelijk waar je met plotten en pensen. Mm-hmm. Dus iemand die de structuur juist heel erg wil. Ten opzichte van iemand die juist heel erg zoekt van... Ik begin gewoon te schrijven en ik zie wel waar ik uitkom. Ja. Dat is een hekelpuntje, denk ik. Want ik denk dat de mensen die pensen juist heel erg niet die structuur hebben. Tenminste, zij hebben wel... Een soort eindpunt, maar niet het letterlijke eindpunt van het boek. Nee. Maar ik denk als jij een goed verhaal, een fantastisch verhaal wil neerzetten, zul je een reis moeten doormaken. Ja. En dat is een plot. Precies, ja. Een boek moet een zekere structuur hebben.
wil het leesbaar zijn. Precies. Dat zo zou je het kunnen zeggen, denk ik. Precies. Ja. Zijn er nog meer dingen die je zou kunnen doen? Ja. Hoe je een fantastisch boek maakt? Ja, ik denk dat dit is voor mij in ieder geval een persoonlijke. Als ik echt word meegevoerd in een boek, dan heeft dat ook te maken met de schrijfstijl. Ja. Dus dat heeft te maken met hoe er wordt geschreven. Ik hou bijvoorbeeld niet heel erg van dat hele bloemrijke, rijke taal. Mm-hmm. Van die omschrijvingen dat je denkt, nou, zeg gewoon wat het is. Ik bedoel, als mensen aan het seksen zijn, prima. Zeg dan gewoon dat mensen... Hè, ja. Dus maak er niet zo van, hij zocht haar bloemetje op. Dat kan ik zo niet tegen. Dus schrijfstijl vind ik ook heel belangrijk. Ja. Wil je meevoeren in het verhaal. En dat heeft automatisch ook te maken dat je weet voor welke genre je schrijft. En voor welke lezertype, de doelgroep noem ik dat. Ook dat, maar wat je ook hebt, denk ik, is, tenminste als ik het dan zie, in welke persoon schrijf je? Ook, he, je, ja. hebt dus de eerste persoon, dus wat men ook vaak wel de ik-vorm noemt. Maar je hebt ook de derde persoon. En bij de ik-vorm, bij de eerste persoon, voor mijn gevoel zit je dan meer in de hoofd van de lezer. Van de karakter als lezer. Dus je kunt zijn gedachten lezen. En dat is bij een derde persoon, schrijfstijl, is dat anders. Ja. Dus dat heeft voor mijn gevoel ook te maken met schrijfstijl. Dat je dat kiest. Ja. Ja, je moet van tevoren, voordat je begint te schrijven, wil je duidelijk hebben van wat voor soort schrijfstijl, wat voor soort vertelperspectief wil ik gebruiken. En ik zelf, mijn boekenserie bijvoorbeeld is in de ik-vorm. Oh. Ik merk dat ik dat een hele fijne manier vind om echt een lezer mee te nemen. Mm. Omdat je vanuit een ik-vorm kun je jezelf letterlijk in die persoon neerzetten. Ja. Hè, want ik ging op reis. Oh, ik als lezer, ik ga op reis. Weet je? Dus je kan gelijk die link leggen met de reis aan zich, met de personage aan zich. Ja. Dus ik denk dat die twee in die zin aan elkaar gekoppeld zijn. En dat wil je van tevoren duidelijk hebben welke kant je op wil. Want als je in eerste instantie begint vanuit een ik-perspectief en je gaat dan ineens over op een derde vertelperspectief. Ja, dat kan niet. Dat kan niet. Dat werkt niet. En het kan ook zijn dat je misschien begint te schrijven in een derde persoon. En later erachter komt na 5 hoofdstukken van het bevalt me toch niet. Mm. Het voelt niet goed. Ik ga toch over naar de eerste persoon. Moet je alles herschrijven naar de eerste persoon. En dat is best lastig. Ja. Ja. Want dan krijg je een heel andere dynamiek. Klopt. Ja. Klopt. Ja. Ja, ik denk dat als we teruggaan naar de vraag van hoe maak je een fantastisch boek. Je wil een lezer meenemen in het verhaal. Ja. En dat heeft gewoon verschillende basisprincipes waar het dan aan moet voldoen. Ja. En nog een van de andere basisprincipes is, denk ik, dat je, wat jij al aanhaalde, van dat je weet in welke genre je schrijft. Ja, ja, want ik bedoel, je hebt bepaalde... Ja, ik ben zelf daar altijd een beetje recalcitrant in. Regels van het schrijven. Want je hebt iemand die een fantasyboek oppakt bijvoorbeeld, verwacht een bepaalde soort verhaallijn. Die verwacht een bepaalde dit gaat er gebeuren. Ja. En als jij het helemaal om gaat gooien, het kan werken. Maar het kan ook zijn dat je je lezers tegen de borst stoot. Het is een risico. Het is een risico. Dus je wil wel een basis hebben van dit zijn dingen die mijn genre verwacht. Wil ik mijn verhaal eraan voldoen? Prima. Ga ik hier en daar wat afwijken? Oké. Maar weet dat je dan een beetje een risico neemt. Dus dat kan een... Maar goed, aan de andere kant kun je ook daarmee misschien een bestseller in huis halen. Dus het kan alle kanten kan in die zin ook. Ja, dat dus, kan. Hè, ja. Vandaar dat ik met regels altijd een beetje... ik hou altijd die slag om de arm, laat ik het zo zeggen. Ja. Nou, wat ik zelf heel merk in bij detective verhalen, vooral bij Cozy Mystery bijvoorbeeld. Dat is een beetje een Miss Marple-achtige mystery verhaal, detectives. Ja, daar heb je specifieke dingen moeten daarin voorkomen, moeten er gebeuren of juist niet gebeuren. Want anders dan is de lezer, vindt dat, die legt het boek weg. Ja. Als er bepaalde dingen niet gebeuren of juist wel gebeuren, bijvoorbeeld dat er echt een hele bloederige moord heel duidelijk wordt beschreven, dat moet je in een cozy mystery niet doen. Hmm. Dus je moet er gewoon, dat moet je houden voor meer de CSI-achtige detective verhalen, zeg maar. Dus dat zijn eigenlijk wat ik dan de genreconventies noem. Hè. Dus er zijn bepaalde dingen die gebeuren gewoon in een genre wel of niet. En de lezer verwacht dat en die vindt dat prettig. En die komt daarom terug. En die weet dat een boek in een bepaald genre is. Dus je verwacht bepaalde dingen. Zijn die dingen er niet? Is de kans dat hij niet meer deel 2 in de serie gaat lezen? Ja. Ja, je wil niet te veel afwijken. Nee. Ik heb dat zelf een voorbeeld gehad. Ik had op een gegeven moment een boektekst had ik gelezen, zo'n flaptekst.
denk, oh, dit is een fantasieboek. Met en dan gaan mensen in een geestvariant. En het klonk zo fantastisch. En ik heb het boek gekocht en ik heb het gelezen. En er was totaal geen fantasietint aan. Nee, nee. En dan denk ik, ja, je geeft de lezer compleet verkeerde verwachtingen. En ik was dus daardoor ook heel erg teleurgesteld. Ja. Want het was niet het verhaal wat ik had verwacht. Wat je had verwacht, nee. Dus je mag er best wel wat afwijken. Maar ook inderdaad, als jij een thriller of een... Nee, niet de thriller is niet echt het goede woord. Maar een murder mystery. Mm-hmm. Als je dan geen moord hebt, ja, dan heb je geen murder mystery. Nee, klopt. Dus je wil een basis geven. Wil je gewoon duidelijk hebben van... Oké, welk genre schrijf ik in? En wat moet daar minimaal in voorkomen om daaraan te kunnen voldoen? Om de lezer het gevoel te geven dat het een fantastisch boek is. Precies. Maar hoe doe je dat dan? Waar moet je op letten? Hoe schrijf je een fantastisch boek? Waar moet je op letten als je aan het schrijven bent? Ja, een van de eerste dingen die ik zou zeggen is, weet waar je naartoe schrijft. Met andere woorden, heb een bestemming in gedachten van, nou, daar moeten we heen. Mm-hmm. Hoe ik het doe is, ik heb een verhaallijn van tevoren bedacht. Hier beginnen we, dat is ongeveer het midden en dat is het eind. Ja. Dus ik heb het vrij goed gestructureerd. Zet ik het op van waar we naartoe gaan. En daarmee wijk je niet te veel af van dat verhaallijn. Iemand die aan het pensen is, zal dat dus niet hebben. Maar die zal toch wel op zijn minst een eindbestemming van dat hoofdstuk willen hebben. Ja. Van waar schrijf ik nu naartoe? Lijkt mij. Anders dan zijn dat gewoon woorden. Je wil wel ergens naartoe schrijven. Dus dat is denk ik wel de eerste stap. Waarbij ik zou zeggen van, wil je een fantastisch boek? Weet waar je naartoe schrijft. Ja, ja, ik zou zeggen als plotter. Ik ben natuurlijk een doorgewinterde plotter. Zorg voor een juiste, de goede structuur. Want ik denk zelf dat als een boek die geschreven is door een penser, daar zit ook een structuur in. Mm-hmm. En ik zelf verwacht altijd heel erg dat bepaalde dingen gebeuren op bepaalde plekken. Zo lees ik ook een boek, dat ben ik. En als dat niet gebeurt, dan word ik wel teleurgesteld. En dat heeft niet per se met genreconventies te maken. Maar bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeldje geven. Ik heb een keer een boek gelezen, werd aangeprijsd als cozy mystery. Er was ook wel een moord. Maar die was pas, ik zat op mijn e-reader te lezen, dan kun je heel makkelijk zien hoeveel procent je zit. De moord kwam pas op 60%. Dat is al ver voorbij het midpoint. En terwijl eigenlijk de genreconventie is, de moord moet in elk geval voor de eerste kwart moet moord voorkomen. Dus ik had echt zoiets van, dit kan gewoon niet. De structuur, maar deze mevrouw heeft de structuur, de genreconventies niet en de structuur niet. Want als je nou zo lang wacht met een moord doen, dan weet je ook niet in het tweede gedeelte van, gaan ze dan alvast op zoek naar de moordenaar enzovoort enzovoort. En er zit een bepaalde, ja, een soort van hero's journey zit zelfs in een detective verhaal. Heb je er gewoon in. En dat zat er niet in. Dus ik heb, ze heeft nu nog, de hele serie is nu 10 boeken, maar ik ga die andere boeken niet lezen. Daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Ik ben bang dat ik de kat in de zak koop, zeg maar. Ja. Dus zo zie je mij hoe belangrijk het is dat je wel de verwachting van de lezer meeneemt in het schrijven van je verhaal. Ja. He, want anders krijg je inderdaad dat als je een serie gaat lezen, dat mensen afhaken naar het eerste boek omdat hij niet voldoet aan bepaalde verwachtingen. Nee, precies. En in mijn geval dus dat de structuur ook niet klopt. En ik denk van, als ze dit niet goed doet, weet ze A, niet hoe cozy mystery in elkaar zit. En B, de kans niet goed hebben opgelet bij de structuur, want dat loopt niet. Mm. Het loopt niet. Maar jij hebt wel die eerste 60% gewoon gelezen? Ik heb het boek uitgelezen zelfs. Oh, dat wel. Okay. Dat wel. En was het wel interessant genoeg om die 60%? Nee. Of zat je eigenlijk gewoon op de moord te wachten eigenlijk? Ik zat gewoon op de moord te wachten, want ik wist dat het detective verhaal was. Mm-hmm. En wat het heel lang over ging was, er was een mevrouw verhuisd naar het platteland. En die had een boekwinkeltje geërfd of een cafeetje, weet ik veel wat het was. En die ging dat allemaal opzetten. En er was een klein dorpje en ze ontmoetten allemaal nieuwe mensen. En er werd allemaal uitgeweid over dat al die nieuwe mensen die ze ontmoetten. En dat werden vrienden en die vertrouwden ze niet. En dit was dat. En toen ging ze keken bakken en hoe dat allemaal beschreven. Hoe dat allemaal. Ik had echt zoiets van, waar blijft die moord? Ja, ja. Dit kan gewoon niet. Dit is, ja, en dan op een gegeven moment komt er een politieagent. En daar is ze dan boos op. Maar ja, de moord is nog niet gepleegd. Dus er gebeurt verder niks met die politie. Ik denk van, ja, ze moeten toch wel nu gaan onderzoeken wie een moord pleegt. Maar ja, dat ga je doen op 25%, zou maar zeggen. Maar de moord was niet geweest. Dus ik, nee, het was niet mijn ding. Dit zou je, als schrijver zou je dit heel makkelijk hebben kunnen aanpassen door inderdaad die moord naar voren te halen. En dan het uitschrijven van alles wat ze meemaakt. Het opzetten zo, dat kan toch na die tijd kan ook wel. Kan na die tijd, ja. He, want dat zie je met fantasieboeken bijvoorbeeld ook. Dat is dan weer echt mijn liefde. Is ik heb ooit een boek gelezen waarbij de eerste 100 pagina's echt compleet de beschrijving van de wereld. En alles. En het was
het was wel interessant, maar ik had zoiets van, ik had dat veel liever door de ogen van de personage gehaald. Zet mij gelijk in dat verhaal. Ja. En ga niet gelijk die wereld schetsen, want ik zat op het punt om het boek opzij te leggen. En ik ben blij dat ik het niet gedaan heb, want na die 100 pagina's werd het echt een supergoed boek. Ja. Maar ja, voor mij had ik ook gewoon na die 100 pagina's hadden kunnen instappen. 100 pagina's is een heel veel. Dus dit was 450 pagina's, denk ik. Ja. Dus we zaten op een vierde deel, denk ik. Dat is best een eind om je lezer zo lang mee te nemen. Ja. Terwijl je toch in een verwachtingspatroon zit van er moet nu iets gaan gebeuren. Precies, en dat heeft met structuur te maken. Ja. En als je dat niet... Dan heb je dus niet een goed boek geschreven, denk ik dan. Hmm. Want de lezer, het gaat om de lezer. De lezer leest jouw boek. Ja, ja. Dus die moet het gevoel krijgen dat het een goed boek, een fantastisch boek is. Ja. Moet de schrijver het ook op de juiste manier hebben geschreven. Ja. Nou ja, in dit geval, ik kijk daarna zo'n boek van, het is niet een slecht boek, omdat het begin niet goed is. Maar ik denk wel van een redacteur, en dit was een traditioneel uitgegeven boek trouwens. Ja. Maar de redacteur had in die zin de verplichting om te zeggen, luister, die eerste 100 pagina's, laten we kijken of we dat kunnen doorcijpelen in de rest van het verhaal. Ja. Dat verhaal moet eerder beginnen. Want uiteindelijk, wat ik al zei, vanaf 100 pagina's was het echt een fantastisch boek. Het was echt een heel mooi op. Het zat een mooie opbouw, prachtige karakters. Alleen die eerste 100 pagina's, schrap dat weg. Je had gewoon weggekund. Ja, in feite wel. Ja. Of doorcijpelen in de rest van de informatie. Dus, ja. Maar dat is dus, je moet weten waar je naartoe schrijft. Ja. Ja. Zijn er nog andere dingen die je denkt van hoe zorg ik dat ik een fantastisch boek krijg als schrijver? Ja. Een van de dingen die ik doe, ik ben plotter, maar ik pens ook. Ja. Ik doe eigenlijk een beetje van beide. Overzicht houden is daarin heel belangrijk. Ja. Want op het moment dat jij gaat schrijven, ik weet waar ik naartoe wil. Maar als ik een scène inga en ik heb bepaalde details die ik daarin toevoeg, en dat heb ik niet in mijn storyline neergezet. Die details kan ik later opnieuw weer gaan aanhalen. Als ik dan... stel dat ik zeg, een personage heeft blond haar en het volgende moment heeft ze bruin haar. Dat kan niet. Nee. Dus je wil een overzicht houden van je verhaal. Of je doet dat gelijk bij het plotten gelijk al. Dat je daar een hele duidelijke structuur, een heel duidelijk overzicht van alle details die belangrijk zijn. Of op het moment dat je het aan het schrijven bent, dat je dan die belangrijke details ergens gaat noteren. Ja. Een soort... dat is een mooi woord voor. Schrijfbijbel? Story Bible. Schrijfbijbel, ja. Ja, inderdaad. Ja, ik heb dat zelf bij mijn eigen boeken dus niet gedaan, helaas. Ik ben stom geweest. Ja, dat is onervarenheid, denk ik. Ik heb wel geplot. Ik heb wel dingen gemaakt. Ik heb bijvoorbeeld een plattegrondje gemaakt en weet ik veel allemaal. Maar ik heb niet bijgehouden bijvoorbeeld of iemand blauwe ogen heeft of bruine ogen. Dat heb ik allemaal niet gedaan. Dus ik heb nu twee lange boeken en twee kortere verhalen. En ik merk nu dat ik dingen ga vergeten. Mm-hmm. En dat ik had gewild dat ik ze zou gaan hebben opgeschreven. Dus ik ben eigenlijk een maand of twee, drie geleden begonnen met het maken van een story bible. Om dus die boeken terug te lezen. En denk van, wat moet ik er allemaal inzetten? Dat is een ontzettende pokkerwerk. Laat ik het zo maar noemen. Ja. Dus doe dat van tevoren of doe dat tijdens het schrijven. Maar doe het niet achteraf. Ja. Dat is heel belangrijk. En de belangrijkste tip die ik daarin kan meegeven is, als je twijfelt of iets wel of niet terug gaat komen, schrijf het gewoon op. Ja. Ik heb het met personages, ik heb het met omgevingen waar ze komen, hoe ziet dat eruit? Is de deur groen of is de deur blauw? Ik bedoel, dat zijn van die kleine dingetjes. Waarbij ik heb regelmatig tijdens mijn serie mijn boeken terug moeten kijken. Van oké, ik weet dat ik het eerder heb maar wat heb ik ook weer gezegd toen? Ja. En dan moet je weer terug gaan bladeren. Ja. En gelukkig heb ik alles digitaal. En dan kun je natuurlijk op trefwoorden gaan proberen die scène terug te zoeken. Is niet altijd even makkelijk. Nee. Dat is een pokkenwerk. Ja. Ja. Dus je wil eigenlijk gewoon dat overzicht gewoon heel duidelijk houden. Liever is dat je te veel erin doet dan te weinig. Ja. Ja, daar ben ik heel mee eens. Zeker na mijn ervaring. Aldoende leert men, hè? Ja, precies. Zo gaat dat. Wat is een manier... hoe hou je de aandacht van je lezer vast als je bijvoorbeeld aan het schrijven bent? Hoe doe je dat? Hmm. Ik denk dat jij daar anders in staat als ik. Ja. Ik ben een plotter en jij bent meer een planser. Planser. Ja, ik... Als je kijkt naar wat jij zelf een fantastisch boek vindt, mm-hmm. is een hele mooie manier om te weten, jij vindt, ik hou van fantasieboeken. Mm-hmm. En als ik een fantasieboek heb waarbij ik denk,
oh, dit vind ik een fantastisch verhaal. Hier ga ik echt zo mee in het verhaal. Dan kun je dat gaan onderzoeken. Van, ja, maar wat maakt het dan waardoor ik die aandacht in dit boek hou? Ja. Waardoor wil ik nog een keer, nog een hoofdstuk? Waardoor, wat zijn dan die dingetjes? Dan zijn een van de dingen is bijvoorbeeld van een goede verdeling tussen spanning en rust. Ja. Als jij een boek hebt die heel langdradig is en heel veel, nou, wat ik al zei, die eerste 100 pagina's van het boek wat ik net zei. Ja. Het is zeker een toevoeging aan het verhaal, maar het was te veel in die rustmodus. Ja. Het miste de actiepunten. Dus je moet een goede lijn vinden in die opbouw tussen rust en spanning. Ja. En of niet die opbouw, hoe noem je dat? De flow. Ja, het moet een wisselwerking zijn. Ja. Ja. Dus dat lijkt mij in ieder geval een van de belangrijkste dingen. Ja, en dat is nog niet zo super makkelijk. Nee, zeker niet. Want het heeft met structuur te maken, maar eigenlijk ook weer niet. Dat is het punt namelijk. Flow is iets wat je zelf een beetje moet aanvoelen, denk ik, terwijl je schrijft. Ja, en heel veel dingen wat ik in ieder geval heb gemerkt is met schrijven, en dat zie ik ook in de gesprekken die ik al met andere schrijvers voer, is als je heel erg gaat op basis van alle regeltjes in boeken en hoe bepaalde dingen opgezet moeten worden, maar je investeert niet in het feeling krijgen met het genre en met hoe het verhaal verteld wordt, dan ga je iets missen. Dan wordt het te pragmatisch, Ja, dan pak je de lezer niet op het juiste moment, zeg maar. Nee. Je wil echt in die feeling komen van, oh, en nu gaan we in die spanningsboog. We gaan nu ergens naartoe, dus ik ga nu de spanning opbouwen. Dus dat zijn korte zinnen. Want als je hele langdradige zinnen gebruikt, dat is ook een vorm van rust creëren. Ja. Omdat mensen dan ook langzamer moeten gaan lezen om die zin te begrijpen. Ja. Ja, nu je dat zo zegt, denk ik van, weet ik niet of ik dat allemaal wel doe in mij. Ik weet niet, ja. Maar dat zal misschien, ja, ik zal er de volgende keer eens op proberen te letten. Ik weet niet of ik dan korte zinnen. Ik weet wel dat als ik een actiescène schrijf, die heb ik zo geschreven, gaat heel snel. Ja, ja. Dat is ook goed, want je wil ook in het gevoel zitten van die actie. Ja. Als jij namelijk heel erg gaat nadenken van, oké, en hoe houdt hij zijn pistool dan omhoog? En hoe, hè, er is een indringer in je huis en ik pak nu een pistool en ik heb hem achter in mijn zak. En je gaat hem helemaal omschrijven hoe dat brengt zoveel rust in die scène. Ja. En dat past niet bij die scène. Niet. Want je hebt een dader tegenover je. Dan wil je meteen, en zijn greep hebben, je wilde gelijk een soort actie. Dus je denkpatroon moet ook sneller zijn. Dat kan niet anders. Je kan niet in een langzame manier een actie vutten. Dat kan niet. Nee. Daar haak ik gelijk even op in, want je wil ook een, ik noem het een backstory, je wil ook een interessante backstory hebben. Met andere woorden, je wil de motivaties van je karakters wil je heel duidelijk hebben. Dat heb je natuurlijk in het begin heb je al bedacht. Ja. Maar dat betekent ook dat elke scène waarin jouw karakter naar voren komt, moet passen bij dat karakter. Met andere woorden, als hij iets doet wat totaal niet ligt in zijn manier van werken, je wil het uitleggen. Waarom is hij nou ineens zo anders? Is er een psychisch iets aan de hand? Of is er, want het haalt iemand uit het verhaal als het niet consequent is met waar je tot nu toe naartoe gaat met zo'n karakter. Wat je hebt opgezet. Precies. Ja. En dat heb je natuurlijk al gedaan. Tenminste, ik doe dat als plotter. Doe ik dat al als ik een karakter ga neerzetten. Maar tegelijkertijd, en tijdens het schrijven doe ik dat niet zozeer meer. Ik doe het meer in de plotfase. Dat ik dus merk als ik ik ga een backstory maken. Want mijn karakter moet iets meemaken. Maar hij is geworden. Want dat is het punt. De lezer ontmoet een karakter op pagina 1. Maar ondertussen heeft hij al wel een heel leven. Stel die persoon is 40 jaar oud. Mm-hmm. Heeft een leven van 40 jaar al geleefd. En dat heeft hem gemaakt tot wat hij is. En dat is, als jij als schrijver, die persoon bestaat niet in werkelijkheid. Dus jij als schrijver hebt deze persoon bedacht. Dus jij moet bedenken wat deze persoon heeft meegemaakt. Wat hem heeft gemaakt, wat hij is op pagina 1. En dat is backstory. Ja, ja. En het belangrijkste met backstory is, het hoeft niet allemaal in het boek. Nee, zeker maar niet. Je wil het laten blijken uit de acties die hij doet. Ja. Want dat hebben wij ook als wij nu iemand tegenkomen. Stel inderdaad, ik kom in real life kom ik een 40-jarige iemand tegen. En die doet iets dat ik denk van, huh, waar komt dat vandaan? Waarom doet hij nou zo? Als ik dan te weten kom van, oh, maar hij heeft een, weet ik veel, hij is ooit, heeft ruzie gehad met iemand in een winkel en daardoor heeft hij een kort lontje. Wat het ook maar is, je wil wel duidelijk maken in het verhaallijn waarom iemand reageert op de manier waarop hij reageert. Ja, ja.
En dat is denk ik ook de mooie. Je kunt het soms verborgen laten. Want soms weten de karakters ook niet eens dat ze reageren op een bepaalde manier. Omdat ze iets, een trauma hebben uit het verleden. Klopt. En dat kun je natuurlijk in het verhaal het laten openbaren naar zichzelf. Dat is dan denk ik de... Ja, dat de karakter volwassen, niet volwassen, maar dat hij groeit. Ja, groeiproces. Een groeiproces van de karakter zelf. Ja, want het kan ook best zijn dat het karakter op pagina 1 ook nog niet weet dat het een bepaald trauma inderdaad zijn dit als gevolg heeft, dat hij daardoor precies zo reageert. Ja. Dus, en dat jouw lezer dan ook denkt van, nou, waarom reageert hij nou zo? Dat is prima. Ik bedoel, die vraag is juist goed. Dat is een soort spanningsboog die je opbouwt. Ja. Maar zorg wel dat je die hebt beantwoord aan het eind van het verhaal. Ja. Want anders gaan mensen denken, ja, maar het past gewoon niet bij die personage. En ik heb ook geen redenatie gekregen waarom die zo reageert. Precies, precies. Nee, dat is het. Dat is, ik denk dat we daar nog eens vaker over moeten hebben. Want het neerzetten van een 3D-karakter is een ontzettend interessant proces. Ja. Daar kan je uren over praten. Oh, zeker. Ja. En zijn meerdere aspecten wat we in zo'n aflevering bespreken. Sowieso. Ja, ja. Maar nee, inderdaad, personages, daar komt heel veel bij kijken. Het is ook gelijk wel heel erg mooi. Want je leert je karakters op die manier kennen. Ja. En dat wil je echt. Je wil echt een goede verbondenheid voelen met je karakters. Eigenlijk voordat je gaat schrijven. Voordat je gaat schrijven, ja. Want dan heb je echt het idee van, ja, maar Pietje gaat dit doen. En dit gaat er nu gebeuren. En dan weten we dat... Dat is het gevolg. En op die manier wil je een lezer meenemen. Ja. En wat is... Nou hebben we het iedere keer gehad over... Wat is het fantastisch boek? Mm. Maar wat vind jij nu specifiek? Wat vind jij een fantastisch boek? Noem eens een voorbeeld. Ja, ik heb meerdere boeken die ik fantastisch vind. En ik zal ook de redenatie erachter uitleggen. Mm. Want wat een boek voor mij fantastisch maakt... is niet altijd één simpele reden. Van, dit is de reden. Nou ja, als ik een basis moet geven, ik word meegezogen in het verhaal. Dat is voor mij echt de key, wil ik een boek fantastisch vinden. Eén boek die ik fantastisch vind, heet The Book Jumper. Mm-hmm. Zij is geschreven door, volgens mij heet ze Makteld Glazer, Glazer. Het is een Duitse vrouw die het boek heeft geschreven. Ik heb hem in het Engels gelezen. En het verhaal gaat eigenlijk over iemand die zeg maar in verhalen kan springen. Nou, willen we dat allemaal niet? Dat we een boek openslaan, dat we er echt in kunnen springen. Dat is toch fantastisch? Dat hele idee al vond ik fantastisch. Dus ik denk, oh, ik ben heel benieuwd naar de uitwerking. En ik ben niet teleurgesteld. Ja. Omdat je namelijk heel erg wordt meegenomen in het verhaal. Er zit ook nog een achtergrond in. Het wordt ook uitgelegd. Het is niet alleen maar een beetje fantasie. Het wordt ook uitgelegd waarom het op die manier gebeurt. Ja, ik had zoiets van, dit vind ik echt het pareltje van het jaar. Ja, ja. Ja. Ja, en mijn go-to is altijd Harry Potter. Potter altijd... Ja, dat is mijn basis geweest van als ik ooit zo'n type verhaal kan schrijven. Mm-hmm. Met de achtergrondinformatie die zij al... die J.K. Rowling al heeft. Die ook niet eens allemaal in het verhaal terechtgekomen is. Nee. Maar waarbij je gewoon merkt, dit is zo'n rijke wereld. Ja, ja, dat is voor mij echt het voorbeeld waar je als fantasieschrijver in ieder geval graag naartoe werkt. Ja, en ik denk niet alleen als fantasieschrijver. Want ik vind Harry Potter ook heel erg leuk. Ik heb ze allemaal gelezen. En het is gewoon inderdaad de wereld... die er is. De worldbuilding die zij heeft gedaan om de verhalen en alles wat ze erbij heeft. En wat jij zegt, het hoeft niet allemaal erin. Mm. En dat ben ik mee eens. Dat is, vind ik ook een goed boek. Ja, een goede boekenserie, zeg maar. Ja, ja. Ja, want ik heb bijvoorbeeld ook Stephen King bijvoorbeeld. Bepaalde boeken van hem vind ik veel te langdradig. Kan ik niks mee. Ik heb uiteindelijk It gelezen omdat ik dacht, ja, Ik wil van die clownfobia. Ja. Nou, dat werkte niet. Toch niet? Nee, maar dat maakt ook niet uit. Ik was ook gewoon nieuwsgierig hoe zou het boek zijn. Want ik had natuurlijk de films gekeken. Nou, prima. Maar hij heeft ook andere verhalen die ik juist wel weer heel goed vind. Dodelijk Dilemma bijvoorbeeld vind ik heel goed. Het gaat over iemand die 5 jaar in coma ligt, wakker wordt en vervolgens een voorspellende gave heeft. Ik heb een boek van hem gelezen dat heet De Marathon. Dat is ook een boek die heel erg realistisch was van mensen die moesten een bepaalde marathon lopen, maar die moesten op een bepaalde snelheid blijven. Dus die spanning die zat er op elke pagina. Dus zo zie je, elk verhaal kan overkomen bij jou als een fantastisch verhaal op basis van verschillende principes. Ja. Maar bij mij is de basis, ik moet meegenomen worden in het verhaal. In het verhaal, ja. Ja. Nee, dat klopt. Nou, voor mijzelf... Ja, ik vind het heel lastig om een... Wat vind ik nou een fantastisch boek? Op een of andere manier vind ik dat lastig om dat aan te geven. Ik weet niet precies waarom. Ik lees wel heel veel. Ik lees ook heel veel boeken die niet zo heel goed zijn. Maar wat ik dus wel heb... Ik let heel erg op de structuur. Dat is een van mijn dingen. Dat komt ook als plotter, denk ik.
dat ik daar naar kijk. En wat ik wel interessant vind is dat de karakters interessant zijn. Goed opgebouwd, goede backstory hebben. Dat de wereld goed is gebouwd. En dat de structuur goed in elkaar zit. Dat vind ik belangrijk van een verhaal. Hmm. En van een boek. En dan maakt het niet uit of het een boek is, of dat het een film is, of een televisieserie. En die worden natuurlijk ook geschreven. Want ik heb een televisieserie, dat is een sitcom heet het dan. Dat is een komische serie, Everybody Loves Raymond. Die heb ik allemaal op DVD. Het zijn 9 seizoenen geloof ik. En die kijk ik nog regelmatig, 2 keer per jaar kijk ik alle afleveringen. En ik iedere keer ontdek ik weer nieuwe dingen, omdat het gewoon zo goed in elkaar zit. Hmm. En bovendien heel veel humor heeft. Ja, ja. Dat is wel mijn ding. Ik hou van lichthartige dingen, niet van hele zware dingen. Dus dat heeft natuurlijk ook mee te maken. Maar als je mensen denken wel eens van, het is maar gewoon een sitcom. Nee, het is niet gewoon een sitcom. Het zit super in elkaar. En ze hebben er echt serieus over nagedacht hoe ze het hebben opgebouwd. Ja, ja. Ja. Ik denk ook net hoe je ernaar kijkt inderdaad. Hè? Ja. Of je het gewoon even als tijdverdrijf ziet. Mm. Of dat je inderdaad op de manier hoe jij naar de serie kijkt met de structuur. Dus ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dat je voor jezelf ook weet van wat vind ik een fantastisch boek. Ja. Schrijf je ook in hetzelfde genre als dat je ook leest. Ook dan kun je daar ook al voorbeelden uit halen. Wat maakt dat dit boek mij zo heeft gegrepen? Dan weet je ook gelijk van, oké, maar als ik dit dus ga toepassen in mijn eigen verhaal, kan ik dus lezers op diezelfde manier meenemen. Precies. Nou, dan weet je ook gelijk wat je te doen hebt. Wat je te doen hebt. Ja. Ik vind het eigenlijk wel een hele mooie afsluiting. Ja. Ik denk dat we als conclusie kunnen hebben dat je moet de schrijver meenemen. Een structuur is ook belangrijk. Je moet de lezer meenemen. Je moet de schrijver ook. Als je zelf moet je ook meenemen. Want tuurlijk, ja. Jij wilt toch zelf ook op reis voor je boek heen? Zeker. Dus ik denk dat belangrijk is. En ik denk nog, zorg dat je weet hoe je moet schrijven. Hmm. Dat is ook denk ik belangrijk. Ja. Ja. Veel lezen en veel oefenen en veel schrijven. En gewoon lekker gaan. Vind ik een hartstikke goeie. Perfect. Dankjewel voor het gesprek. Jij ook. Het schrijven van een fantastisch boek is iets wat je kunt leren. Onze tips zullen je daar zeker bij helpen. Op mijn website vind je verschillende blogposts die hier dieper op ingaan. Lees bijvoorbeeld eens hoe schrijf je een pakkend verhaal. De link vind je in de show notes. De volgende keer gaan we het hebben over geld. Moet je investeren in je boek? En wat zijn de belangrijkste uitgaven? Daarover de volgende keer meer. Bedankt voor het luisteren. We hopen dat je het leerzaam vond. Meer informatie en inspiratie over schrijven vind je op Petra's website fantasyschrijfcoaching.nl. Wil je meer weten over uitgeven en marketing? Ga dan naar mariastaal.nl. Op beide websites vind je ook de show notes en de links naar eerdere afleveringen. Heb je een idee voor een volgend onderwerp? Stuur ons dan een berichtje. Tot de volgende keer!